Vandaag hebben we een primeur, want voor het eerst ga ik de grens over naar Den Ham voor toch een praatje met Dalfsen. Want in Den Ham vangen ze ieder jaar meer dan 100 dieren op uit onze gemeente. Merlina Den Belze is bedrijfsleidster van honden- en katopvang De Krul. Ze doen het heel enthousiast daar. Tijd voor een praatje en tijd om u ook eens even te laten zien. Mocht u weer eens een hond of kat willen, ga dan eerst eens even naar Den Ham. Merlina, wat doen jullie hier allemaal? Want ook voor de gemeente Dalfsen vangen jullie hier katten en honden op, heb ik net begrepen. Ja, dat klopt. Wij vangen de honden en de katten op die op straat gevonden zijn en die, waar geen baasje bij aanwezig is. En dan worden ze ergens gevonden, komen ze ergens aanlopen. Deze mensen die bellen dan met de dierenambulance, de auto van ons asiel, en die komt ze dan ophalen. En dan komen ze binnen. Eerst gaan ze in quarantaine. Voor de katten is dat in kleine hokjes. En voor de honden is dat in een aparte schuur. Dan komen ze in quarantaine. En dan worden ze binnen 2 weken geënt, gechipt, ontwormd en ontvlooid. En als ze dan helemaal gezond verklaard zijn, dan mogen ze hier in de afdeling. In de afdeling hebben we nog 6 kleine hokjes. Daar zitten wat katten in die nog moeten wennen. Aan de andere katten, en als ze dan even een tijdje gewend zijn, dan mogen ze los. En hoeveel dieren krijgen jullie zo per jaar binnen? Dat ligt een beetje aan het aantal kittens wat geboren wordt in de zomer. Dit jaar was het minder dan vorig jaar. Vorig jaar hebben wij rond de 1000 dieren opgevangen. En dit jaar verwachten we rond de 600-700. 1000 dieren in 1 jaar opvangen? Ja, ja. Het zijn ook heel veel honden die gevonden worden en die gechipt zijn, die weer terug gaan naar de eigenaar. En daarvan liepen er dit jaar wat minder los. Dus daar hadden we ook wat minder werk mee. Dus dat is ook wel fijn. De dierenambulance, dat is iets bijzonders hè, wat jullie doen. Want er worden dus dieren gebracht. Maar jullie moeten ook vaak op pad om ze op te halen. Klopt. Omdat er ergens een dier wordt gevonden. Ja, dat klopt. En we hebben dan een dierenambulance. Dat is een auto van het asiel. Er zitten geen toeters en bellen en lampen en alles op. Het is gewoon een auto die naar de katten op van de straat. En moet je ook vaak naar de gemeente Dalfsen, naar Nieuw-Leuzen, naar Limmelenveld toe? Ja, ja. Heb je een idee hoeveel honden en katten je daar vandaan haalt? Ik verwacht zo'n beetje rond de 100 per jaar, denk ik. 100 katten en 100 per jaar uit onze gemeente? Ja. Dus moeten jullie iedere keer vanuit Den Ham naartoe komen met de auto om die op te halen? Hé, hey, Marlina, het lijkt mij een groot probleem om weer van die dieren af te komen. Hoe gaat zoiets? Ja, het is ook wel heel erg moeilijk, omdat overal in de zomer worden katten geboren en zonder baasjes. En dan zijn het er wel heel veel. In de winter zijn het er wat minder en in de zomer kan het oplopen tot 120 katten wat we opvangen. We hebben gelukkig leuke gastgezinnen waar de kittens in huis worden opgevangen. En zij helpen ook weer een baasje te vinden voor de katten. En we werken nog wel eens samen met andere asielen. Dus als wij heel veel katten hebben, we vragen aan andere asielen of zij misschien wat over willen nemen van ons. En zo kunnen wij weer iets een beetje ademhalen. Heb je voldoende mensen die dieren ophalen hier? Ja, we werken via de website dierenasiels.com. En dat is een website die werkt over het hele land. Dus we hebben ook katten in Amsterdam en in Brabant en Limburg. Overal komen de mensen vandaan voor een leuke hond of kat. De honden gaan heel veel op ras, op leeftijd, op geslacht. Ja, de katten, overal zitten wel zwart-witte katten. Of, Als ik hier een kat of een hond uit het asiel haal, heb ik dan ook, kan ik hem ook weer terug doen als hij me niet bevalt? Ja, terug kan die altijd. Het kan zelfs na jaren nog. Dan kunnen ze gewoon weer terug naar ons asiel. Heeft u een kat uitgezocht wat niet bevalt, dan binnen 2 weken eventjes contact opnemen, dan kan die terug. En mensen krijgen niet hun geld terug, maar hebben retour op een ander dier. Nou, zit er op dat moment geen dier wat bij ze past, dan is dat nog een hele tijd geldig. Tot een jaar. Ja. Wat kost het als ik hier een dier haal? Een kat is €90. Oh, een ruzie maken. En een hond is €195. Is dat een landelijke prijs die jullie hebben afgesproken of is dat specifiek hier voor Den Ham? Nee, elk asiel heeft zijn eigen prijs. Bij de katten is het wel rond die prijs bijna overal gelijk. Maar voor de honden verschilt het nogal. Denk je niet dat er meer, dat je eerder van je dier afkwam als die prijs bijvoorbeeld naar nul zou kunnen? Ja, dan zijn er meer mensen die een dier komen halen. Maar dan komen er ook mensen die een dier niet kunnen verzorgen bijvoorbeeld.
Als je de aanschaf van 90 euro niet kan betalen, hoe kan je dan een dier onderhouden als hij elke dag zijn voer, zijn grit, heeft hij iets dat hij naar de dierenarts moet? Kijk, een dierenarts is ook een dure bijeenkomst. Dus ja, je wilt toch wel graag dat de mensen het ervoor open hebben om een dier, echt voor een dier te kiezen, echt bewust, dat ze er echt wat voor open moeten hebben en dat ze er dan ook voor gaan. En wat is nou zo jullie dagelijkse werk hier? Met hoeveel mensen werken hier? We hebben 3 mensen in dienst. En dat wil niet zeggen dat er elke dag 3 vaste medewerkers zijn. We werken heel veel met vrijwilligers en met stagiaires van de scholen, van de dieropleidingen. En dan moet alles schoongemaakt worden elke dag. En gewandeld en op de speelweides gewisseld. En, we hebben speciale wandelmaatjes voor de honden. Die komen wandelen. We kunnen de honden meenemen in de auto naar het bos en een paar uur later weer hier naartoe brengen. Dat zijn vrijwilligers? Dat zijn vrijwilligers, ja. Ja. Want honden, dat lijkt mij ook aanzienlijk bewerkelijker dan katten, hè? Dat klopt, ja. Die ja. moeten uitgelaten worden. Zeker, die ja. moet je ook hier, je hebt hier ook een speelweide, zoals je dat noemt, hè? Ja, ja. Kunnen ze even rennen, springen, gek doen, klimmen, Kevin, graven. Die gaat er nu eventjes een ophalen weer uit de speelweide. En daarnaast hebben ze... Elke hond heeft zijn eigen kennelruimte, hè? Ja, binnen en buiten. En stagiaires hebben jullie ook altijd van welke scholen? Dat is meestal van de Groene Wellen of het AOC. Ja. En Barneveld hebben we ook stagiaires van. Kun je nog vrijwilligers en stagiaires gebruiken? Zeker, altijd. Altijd? Het hele jaar door. Het lijkt mij dat je wel, en ik zie het ook aan jou, een beetje passie moet hebben voor dieren om hier te werken. Dat moet zeker wel, ja. Je moet echt gek zijn met dieren en met honden en met katten, hè? Ja. Zijn er ook andere dieren nog die in asiel zitten? Wij hebben over het algemeen de opvang voor honden en katten. En af en toe hebben we een keer een konijn of een cavia. Of dan als er bij een huis brandt, was vorig jaar een leguaan uitgekomen. Dus ja, die nemen we dan wel mee natuurlijk. Maar daar zoeken we dan wel weer een plekje voor waar die kan blijven. Sommige kittens komen van de straat en zijn heel koud. En hier hebben zij warmtematjes. Die werken op elektra. En ze zijn gewoon normaal gesproken 30 graden. Gaan ze erop liggen, kan het tot 40 graden verwarmen. En dat is net de temperatuur wat een te koud kitten nodig heeft. En dan ook 's nachts zijn ze aan. Dit zijn 2 kittens die zijn opgevangen met een vangkooi. Die lopen bij mensen buiten en die konden ze niet pakken. Ze hebben een vangkooi neergezet met voer erin. En toen zijn ze in 1 dag met z'n 2 gevangen. Toen hebben ze ook hier gelijk weer bij elkaar gezet. En nu... eten ze goed, ze drinken goed. Als ze 9 weken zijn, mogen ze geënt worden en geadopteerd. Deze is ook gevangen met de vangkooi. En zit hier nog om te kijken of we nog tam kunnen krijgen. Onderaan, nummer 2 zeg maar, die eronder zit, die is ook gevangen met de vangkooi. En die was ook in het begin zo bang toen hij binnenkwam. Kon je ook niet oppakken, kon je niet aaien. Heb je nog wat leuke dieren in de aanbieding om te zeggen, nou, mensen uit Dalfsen, als je nou een leuke kat of hond wil, neem dan eens deze. Nou ja, alleen maar leuke dieren, toch? Nou, dit is Herbie, een Jack Russeltje van 13 jaar. Er is afstand van hem gedaan omdat de mensen gingen verhuizen. En hij is door zijn leeftijd niet helemaal meer zindelijk. En ja, hij ligt graag in zijn mandje. We doen dan nog het luikje voor hem open. Dan kan hij naar binnen. Kan hij lekker slapen. En hij wil heel graag aandacht. Hij likt heel graag op je armen en je benen. En ja, wil gewoon heel graag op schoot. En gewoon een lekker warm huis waar hij lekker oud kan worden. Dit is Rain. Dit is een kruising herder, wat we vermoeden. We hebben ook gedacht dat het een kruising hazenwind kan zijn. Alleen een hazenwind is wat rustiger. En Rain heeft wel heel veel energie. Hij is ontzettend lief, is een gecastreerde reu. Hij is nog een jonge hond, houdt veel van wandelen en actief bezig zijn. Aan de fiets wandelen en rennen. En dat kan hij denk ik ook heel goed leren. En hij is op zoek naar een consequente baas. Die wel eventjes laat weten dat hij niet de baas is in huis. Het is een Europese kothaar. Het is een kater. En hij vindt het hier allemaal wel een beetje te druk met de andere katten. Als hij dan zo'n plekje heeft, zoals nu... ziet hij een andere kat onder zich en dan vindt hij dat toch niet heel fijn. Red zoekt een huisje waar hij niet met te veel andere katten is. 1 of 2, dat wil vast wel. Hij is graag de baas. Ken je nou alle dieren hier, Melina? Nou, niet allemaal zo goed uit mijn hoofd. Ik doe wel heel erg mijn best om ze allemaal goed uit mijn hoofd te kennen.
Maar ik ken ze niet al. Nee, maar ik merk wel, je weet van heel veel dieren toch wel heel veel karaktereigenschappen. Lijkt me echt moeilijk, maar... Ja. Nou, als je dan zo werkt en bezig bent, en nou ja, dan ben je ook echt bij ze. En dan lopen ze om je heen, of ze zitten juist apart, of er is een kat die elke keer een andere loopt te meppen. Dus dan wil je ze wel kennen. Jullie doen echt wel heel mooi werk, vind ik. Want er zijn heel veel dieren die zijn toch een soort van radeloos en reddeloos in de natuur. Ja, ja. He, als huisdier zijnde. Ja. En als jullie er niet waren, dan, dan kwamen ze waarschijnlijk voor een groot deel aan hun eind, hè? Ja, een kat kan zich wel redelijk redden. Maar heel veel katten tegenwoordig worden in huis geboren, krijgen elke dag gevoer en zijn niet gewend om elke dag die hoeveelheid voer te vangen. Die hoeveelheid voer te vangen aan muizen en vogeltjes, dat ze ook genoeg hebben. Ja, oké. Okay. Nou, dit is Lucky. Lucky kwam 6 oktober binnen met een ontzettende oogwond. Hij is toen direct via de auto opgenomen bij de dierenarts. En het oog leek beter te gaan. En er kwam een korst op en het leek aan het helen. En toen het weer bijna goed was, toen begon het weer te ontsteken, werd het weer vies. En toen hebben we besloten samen met de dierenarts dat ze het oog gingen amputeren. En dat is nu 3 weken geleden gebeurd. En nu zoekt hij een nieuw baasje. Dus hij heeft nog 1 oogje. Hij is gek op andere katten. Hij wil heel graag met andere katten spelen en lopen en knuffelen. En ook gek op mensen. Lieve kat.